We zijn hier op Hoeve Strobel in Nijnsel, waar voor de 12e keer de oogstdag wordt georganiseerd. Met heel veel zaken uit een wat verder verleden. We staan hier bij een hele bijzondere machine. Nou, het is een JF-combijn, een aanbouwcombijn. En die zit gewoon vast aangebouwd aan een trekker. Ja, net na de oorlog zijn ze wel gebruikt, jaren 60. Kleine veehouders en kleine akkerbouwers. En hij heeft een maaibord van 1,80 meter en een graanbunker van 800 kilo. Ja, hier staan we bij de balenpers. En zoals u ziet vanuit de dorskas, het gedorste stro wordt hier in de palenpers gedaan. Piet die steekt het koren daarin, het stro. En hier aan de achterkant, het stro komt er in handzame pakjes uit. Dit is het ruwe koren, als ik jou goed begrijp. Ja, en dan... En dat wordt straks gefilterd. Ja. Okay. Kijk, dit waren een van de eerste machines. In de mechanisatie. Hè. Dus vroeger waren dat met de klepeldwassen. Die liggen daar nog, zie je dat? Ja. Kijk, en toen is dit gekomen, dat was een hele vooruitgang. Wij zijn brood aan het bakken, jongeman. Maar dit ziet er niet uit als een oven. Hier maken wij het deeg. Ja. Dan hebben we daar hier tegenover de oven. En dan in die tussentijd stoken wij die oven met mustard, met takkenbossen, mustard. Heet op temperatuur. Maken de oven schoon. En hop. Ja, het is klare stroombol hier. Ja. Het is klare stroombol. Je moet hem met de hand instellen, dus je moet draaien elke keer precies de slagen doen. Ja. Je moet dus rond de deur, dan moet je drie slagen eerst omhoog draaien, want dan gaat er de zaag niet onderdoor. Okay. En dan gaat hij naar beneden en doe je hem 21 slagen naar beneden. En dan heb je elke keer precies dezelfde dikte van de planken. Okay. En die doen we dan, kijk, dat doen we weer in spuiten. Je moet elke keer mee ingevet worden, want anders dan draag je helemaal droog, weet je. Oh, ja. Dan sluit je helemaal aan. Maar zo werk je mooi, ja. Een leven lang niet bij me staan. Wat heeft een mens nog meer te wensen? Als ik elke dag de armen om me heen kan slaan. Maakt iets meer uit, al nemen ze me alles af. Pak maar mijn auto, neem mijn geld, het is voor mij geen straf. Het geluk zal ik bewaren, ik kan duizend nachten sparen door bij jou te zijn. Maar wat maakt blij zijn nou zo fijn, is jouw liefde aan.